Kijk naar Your TV, de tv-zender van Your World. In 2009 is Rotterdam Your World, de eerste jongerenhoofdstad in Europa. Een jaar waarin jij samen met anderen jouw ambities kan waarmaken. En hier check je uit wat er allemaal te doen is. Tijdens Create Your World kwamen 500 jongeren langs om aan een ambitie te werken. Ik wil songwriter worden. Een eigen tijdschrift opzetten. Mijn eigen kledinglijn. Geograaf worden. Vandaag gaan alle mensen met hun coach sessies doen. En gaan ze bekende Nederlanders ontmoeten. Bijvoorbeeld Jim Bakken. Mama, papa. Kom alsjeblieft kijken naar mijn wedstrijd. Ik bedenk er echt heel veel voor als je niet komt. Nou. Ze heeft net gezegd in eerste instantie, ik wil zangeres worden, maar ze wil zo graag basketbalster worden. Het is zo mooi om te zien hoe goed ze hiermee bezig is en zo vol met passie. En ja, ik wil eigenlijk jullie dat even laten zien, maar ja, jullie zien jullie wel. Ja, ik vind Create Your World een heel goed iets, omdat heel veel dingen doet voor jongeren. Een heel tof initiatief. Ik vind het heel erg leuk om ideeën te delen en hopelijk een beetje te kunnen sturen hier en daar. Het is in ieder geval voor de jongeren in ieder geval de kans om met een heleboel mensen te praten die ieder op hun eigen wijze wel een droom hebben verwezenlijk. Nu is er een voedingsbodem voor jongeren die iets willen. En als je merkt dat je anders denkt, dan ga je zien dat er mensen zijn die dat oppikken en je daarbij kunnen helpen. Hoe was het boven? Super vet. Ik vond het echt leuk met Hugo Borst. Ik heb echt veel van hem geleerd. Wat ik graag zelf ook laten schrijven of schrijfster wilt worden. Wat zei hij tegen je waar je inspiratie van kreeg? Vooral door blijven gaan en gewoon in jezelf geloven. En je moet gewoon durven. Ook heb je faalangst, je moet gewoon durven. En dan komt het wel komt in orde. Uiteindelijk gaan ze hun droom vormgeven. En dan worden er 15 uitgekozen. En die mogen vanavond bij mij op het podium hun droom pitchen aan de jury en aan het hele publiek. Good morning. Good morning. Ben je een beetje zenuwachtig? Nu wel. Mijn hoofd is warm, man. Zijn koud en mijn mond is droog. En... Kan je heel kort uitleggen wat je de afgelopen week hebt gedaan? Ik heb de afgelopen weken met mijn coach gewerkt. Interviews afgegeven, ik ben op de radio geweest. Televisie optreden gisteren bij Pauw en Witteman. Ik was bij Funix ook held van de week. Wat moesten die jongeren vandaag doen op het podium? Ze hebben allemaal 3 minuten de tijd gehad om hun plan te presenteren. En om uit te leggen wat hun droom is en hoe ze dat precies denken te gaan verwezenlijken. En nu vanavond hebben 10 finalisten, 10 mensen die hun droom gaan waarmaken. Waarvan er 5 nog eens worden uitgepikt en die krijgen extra geld, 10.000 euro. En die krijgen nog een hele intensieve coach die fulltime 4 maanden lang met ze aan de slag gaat. Dus het is heel spannend wie uiteindelijk die 5 mensen gaan worden. Reactie. Super! Geweldig, geweldig. Wauw! Wil je weten wat er de komende maand te doen is? Hier is de agenda. Wil je meer zien? Kijk dan op journal9.nl.